Ik ga deze Pinksterboodschap beginnen met een aantal vragen aan u. En u mag uw hand opsteken, ochtendgymnastiek, als het antwoord voor u daarop ja is. Wie is een kind van God? Halleluja. Oké. Als u dat nog niet bent, geef niet, dan willen we voor u bidden vandaag, want dan is dit de plaats, zodat u wel een kind van God bent. Amen? Oké. Wie is een kind van God, hebben we al gehad. Wie is een wedergeboren kind van God? Halleluja. Amen. Wie heeft de Heilige Geest in zich wonen? Halleluja. Oké. Wie wordt geleid door de Heilige Geest? Wordt steeds minder, hè? Kinderen van God, dat allemaal, hè? Bijna allemaal. Er waren een paar mensen die sliepen achterin, die staken hun hand niet op. Maar dat geeft niet. Wie is een kind van God, daar staken we allemaal onze hand op. Maar wie wordt geleid door de Heilige Geest? Ietsje minder, hè? Ietsje minder, hè? Geef niet. Tenminste, geef nu niet, want ik ga nog spreken. Maar het is wel de bedoeling dat we allemaal geleid zouden worden door de Heilige Geest. Want wat zegt Romeinen 8, vers 14? Want zovelen als er geleid worden door de Heilige Geest, die zijn kinderen van God. Die zijn zonen en dochters van God. Dus het zou zo moeten zijn, lieve broer, lieve zus, of je nou een half jaar een kind van God bent, of 15 jaar, of 100 jaar voor mijn part. Je zou boven natuurlijk geleid moeten worden door de Heilige Geest, elke dag. Weet je wat Paulus, daarom zegt Paulus, sorry, in Galaten 5 vers 25, dat is mijn allereerste slide. Als wij door de geest leven, laten wij ook door de geest wandelen. U leeft allemaal door de geest, omdat bij uw wedergeboorte werd de Heilige Geest ingeblazen, waardoor u ging leven. Dus als kind van God leef je allemaal door de geest. Amen. Maar Paulus die roept op, ja laten we dan ook door de geest wandelen. Elke christen, elke gelovige leeft door de Heilige Geest, maar niet elke christen wandelt door de Heilige Geest. En niet elke christen wandelt met de Heilige Geest. Dat is een verschil. Een heel groot verschil. We zien dat patroon bij de discipelen. In Johannes 20 is Jezus, hij is opgestaan en hij komt bij zijn discipelen, is al ongelooflijk genoeg. Maar die opgestane Jezus, die zegt, ontvang de Heilige Geest. Dat was de wedergeboorte van de discipelen. Toen, vanaf dat moment leefden zij door de geest. Maar Jezus, maar God, wilde nog meer voor zijn discipelen. En wil nog meer voor zijn discipelen vandaag, zoals wij hier zijn. Hij wil niet alleen dat wij leven door de geest. Hij wil ook nog eens een keer dat u een Handelingen 2 ervaring krijgt. Een vervulling met de Heilige Geest, een doop in de Heilige Geest. Zodat u gaat wandelen door de geest en wandelen met de geest. Als hij dat wilde voor zijn discipelen, als dat het patroon was van Johannes 20 en even later naar Handelingen 2. Als dat het patroon was voor zijn discipelen, Petrus, Johannes, Jacobus. En nog meer. Dan is het ook voor vandaag voor zijn discipelen Mirjam, Arjen. Steek je hand op. Ja, Ad. Ja, dan ook. Ja, steek je hand op. Joan dan ook. Daar, je biedt. Ja, tuurlijk, Meerte. Nee, maar serieus. Als het voor zijn discipelen toen was, waarom denk je dat het voor zijn discipelen dan nu niet zo zou zijn? Ja, zijn discipelen hadden het toen nodig om het woord te verspreiden en om wonderen te doen. Allemaal. Dat gebeurde toen, maar dat gebeurt nu niet meer. Dat is niet meer voor nu. Hoeveel weten van u dat de tijd waarin wij leven dichter bij de wederkomst van Jezus is als toen de discipelen leefden? Wist u dan niet dat de tijd waarin wij nu leven serieuzer en ernstiger is dan toen de discipelen leefden? Wist u dan niet ook dat u daarom nu meer de Heilige Geest nodig heeft om die wereld te bereiken dan toen? Dus gaan we niet zeggen dat het alleen voor toen is. Zo, en ik ben nog maar net begonnen. Waarom denk je dat het voor de discipelen toen was en voor de discipelen nu? Waarom denk je dat het Gods patroon is, dat het Gods wil is? Waarom? Omdat God weet dat wij dat simpelweg nodig hebben. Hij weet dat wij de Heilige Geest nodig hebben in ons leven. Hij weet dat we hem nodig hebben. Gods geest, God zal van zijn geest uitstorten op alle vlees, zegt Joël 2. Waarom?
Omdat God weet dat ons vlees zijn Heilige Geest nodig heeft. Omdat hij weet dat er een strijd gaande is tussen ons vlees, onze eigen ik, onze eigen wil, onze eigen menselijke oude natuur en zijn natuur. Daarom zegt Paulus in Galaten 5, vers 16, wandel door de geest en u zult zeker de begeerte van het vlees niet volbrengen. Wie struggelt er nog wel eens met zijn eigen ik? We gaan handen. Ja, supergoed jongens. Let's go, interactie. Nee, daar ben ik echt blij mee. Wat zei ik? Ja, één tegelijk. Als we met z'n allen tegelijk zijn, dan hebben we er helemaal niks van natuurlijk. Ja. Strijd, geest tegen vlees. Hè? Daar ga ik heel kort even wat over zeggen, even tussendoor. Want dan denken wij al heel gauw aan ons vlees. Dan denken we gelijk aan seksuele overtredingen. En aan seksuele dit, oh dat is mijn vlees. Het is alles wat met je oude natuur te maken heeft. Je oude mens. Dus als jij hier nog vul mij opnieuw zegt en straks gaat u kwaad spreken over uw medebroeder of zuster, of dat u die drummer te hard vond, dat hoort bij uw oude natuur. Alles hè, wat erbij hoort. Boos, vinger opsteken tegen die vrachtwagenchauffeur die maar niet naar rechts gaat. Daar spreek ik uit ervaring. Nee, niet de vinger, dat heb ik nog nooit gedaan. Nee. Ik hoor een paar broeders. Oh, ik wel, maar. Want op een of andere manier, zusters die zijn wat kalmer of zo. We hebben allemaal de Heilige Geest nodig. Jong en oud. Daar stort hij zijn geest op. Dienaren, dienaressen. Allemaal. Arm of rijk. Zwart of wit, moet je tegenwoordig zeggen. Daarom zeg ik zwart of wit. Maakt niet uit. Hij stort zijn geest op alle vlees. Wij hebben de Heilige Geest net zo nodig als dat we Jezus nodig hebben. Maar heel veel christenen die zien de Heilige Geest als een soort derde in rang. Als een soort bonus, weet je wel. We hebben God nodig, we hebben Jezus nodig, jazeker. De Heilige Geest, nou ja, goed. Als ik kracht nodig heb, als het moeilijk is in mijn leven, heb ik kracht nodig. Nou ja, de kracht van de Heilige Geest heb ik dan maar nodig, dan ga ik hem zoeken. En dan, nou ja, oké. De Heilige Geest is niet een bonus, is niet een bonuskracht. De Heilige Geest is niet een of andere extraatje of zo. De Heilige Geest, heb ik al heel vaak gezegd, is een persoon. Want hij is de vertegenwoordiger van Jezus hier op aarde nu. Weet je wat, laten we lezen. Hè? Let op. Jezus, wat Jezus zegt. Hè? Jezus spreekt hier, vlak voordat hij naar het kruis gaat, zegt Jezus tegen zijn discipelen, ik kom terug. En een paar versen later zegt hij weer, ik kom weer naar u toe, weer terug. Waarom zegt hij dat twee keer? Laten we lezen. Johannes 14, vers 3. Als ik heen gegaan ben, zegt Jezus, en plaats voor u gereed gemaakt heb, dan kom ik terug en zal u tot mij nemen, omdat u ook zult zijn waar ik ben. Ik heb voor de duidelijkheid maar erbij gezet, dit gaat over de wederkomst. Als die klaar is met onze woning daar bereiden in de hemel, dan komt hij terug om ons allemaal op te halen. Zij die geloven in Jezus Christus en wat zijn bloed voor jou gedaan heeft. Het gaat over de wederkomst. Een paar versen later, in vers 17, 16. Spreekt Jezus, en ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere helper geven, namelijk de Geest. Ik zal u niet als wezen achterlaten, ik kom weer naar u toe. Nog een korte tijd en de wereld zal mij niet meer zien, maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Ik kom weer naar u toe. Heeft hij het dan ineens weer, hij heeft het over de Heilige Geest, en dan denk je, ineens heeft hij het weer over de wederkomst. Nee, hij heeft het over de Heilige Geest en hij zegt, ik kom weer naar u toe, in de Heilige Geest. Want nog een korte tijd, nog even, kruisiging, opstanding, hemelvaart, nog even, en de wereld zal mij niet meer zien. Maar door en in de Heilige Geest zult u mij zien. Wat de wereld niet kan zien. Maar u zult mij zien, want ik leef en u zult leven. Waarom? Omdat hij in u leeft. Dit gaat over Pinksteren.
De Heilige Geest is een persoon. Het is niet een het. Het is niet een kracht op zich. Maar hij is een hij zoals Jezus. Hij is niet een duif. Hij is niet een vuur of een tong van vuur. Dat is hij niet. Hij komt in die vormen, maar hij is een persoon. Hij kan komen in die vormen, zeker. In manifestaties, in dat je hem voelt en ervaart, dat je voelt dat er vuur of dat er kracht of elektriciteit of energie door je heen stroomt, dat is de Heilige Geest. Maar hij is een persoon, in jou. Wat maakt een persoon een persoon? Een persoon heeft een ziel. Een persoon heeft een persoonlijkheid en het zit in onze ziel. Een ziel met onze wil, onze gedachten, onze emoties, onze verlangens. Maar wist je dat de Heilige Geest dat ook allemaal heeft? Want hij is een persoon, net zoals Jezus hier op aarde. De Heilige Geest heeft gedachten over u, over mij, gezondheid. De Heilige Geest heeft gedachten. De Bijbel zegt en spreekt over het denken van de Geest. Gedachten van de Heilige Geest. In Handelingen 16, daar wil Paulus, die wil naar Azië gaan. En, gaat goed? Dankjewel. Handelingen 16, Paulus die wil naar Azië gaan en dan staat er, maar de Heilige Geest die voorkwam of die wilde niet dat hij toen al naar Azië ging. Later pas mocht hij gaan, maar de Heilige Geest weerhield hem ervan. Hij wilde dat nog niet, want hij wist, het is nu nog niet de tijd. De Bijbel spreekt, ook Paulus spreekt, bedroef de Heilige Geest niet. Wat zijn dat? Emoties. We kunnen hem bedroeven. De Heilige Geest is een persoon met emoties, met een wil, met denken, met verlangen. De Heilige Geest is op dit moment, ik heb het al gezegd, de enige vertegenwoordiger van de drie-eenheid hier op aarde. De enige. Ik weet niet waarom, maar het is Gods principe dat er maar één vertegenwoordiger van de Godheid tegelijk op aarde kan zijn. Want Jezus, die zei, ik moet weggaan. Maar als ik wegga, dan is dat beter voor u, is dat nuttig voor u. Want dan kan mijn vader de trooster zenden, de helper zenden. Heb ik daar een slide van? Tuurlijk. Johannes 16, vers 5. Het is altijd goed om het woord te lezen. Jezus zei, nu ga ik heen naar hem die mij gezonden heeft. In de hemel. Maar ik zeg u de waarheid. Het is nuttig voor u dat ik wegga, want als ik niet wegga, zal de helper niet naar u toe komen. Maar als ik heen ga, zal ik hem naar u toe zenden. Jezus moest weggaan. En dat is beter voor ons. Omdat de Heilige Geest in ons kan komen wonen. En wij kunnen wandelen door de Geest. Dat is iets heel bijzonders, weet u dat? Misschien staat er in uw Bijbel, en heeft u vaker gehoord, trooster is ook een vertaling. Maar een betere vertaling is helper. Want bij trooster, dan denken we altijd van, nou ja, wanneer moet ik getroost worden als ik het moeilijk heb, als ik hel? Maar hij is zoveel meer dan dat. Hij is een helper, in goede en in slechte tijden. Hij is je beste vriend, in goede en in slechte tijden. Maar als ik heen ga, zegt Jezus, dan zal ik hem naar u toe zenden. Maar wat zo mooi is, ze kunnen maar, wat ik al zei, er kan maar één tegelijk hier op aarde zijn, dat is nu de Heilige Geest. Maar ze werken wel alle drie samen de hele tijd. En dat is ongelooflijk, voor mij tenminste. Misschien dat het in uw hoofd past, in mijn hoofd eigenlijk niet. Maar het is ongelooflijk dat zij werken wel met z'n drieën samen. Hetzelfde hoofdstuk, Johannes 16, vanaf vers 13. Wanneer die komt, Jezus spreekt, hè? Wanneer die komt, de geest van de waarheid, dan zal hij u de weg wijzen in heel de waarheid, want hij zal niet vanuit zichzelf spreken, maar wat hij gehoord zal hebben, zal hij spreken. En de toekomstige dingen zal hij u verkondigen. Die zal mij verheerlijken, want hij zal het uit het mijne nemen en het u verkondigen. Alles wat de Vader heeft, is het mijne. Lees goed, hè? De Heilige Geest spreekt niet uit zichzelf, maar wat hij gehoord heeft. Van wie hoort hij? Van de Vader en van de Zoon. Werken samen.
En dan gaat Jezus verder. Die zal mij verheerlijken. De Heilige Geest verheerlijkt altijd Jezus. En wat zien we in de Bijbel altijd gebeuren? Jezus geeft altijd alle eer aan zijn Vader. Heilige Geest, Zoon, Vader. De Vader heeft alle macht en autoriteit aan de Zoon gegeven. En de Zoon geeft het weer aan ons door de Heilige Geest. Ja, ik weet niet van u, maar ik vind het mooi hoor. Want ik heb dit niet verzonnen, hè. Halleluja. Hoe mooi is het dat die drie, alle drie samenwerken om u kracht te geven, om u te leiden en om u te heiligen. Op dit moment aan het werk voor u. Jong en oud. Jezus zei, niemand komt tot de Vader dan door mij. Ik ga je zeggen, niemand komt tot Jezus dan door de Heilige Geest. Er zijn heel veel christenen, en ik ben er niet om andere christenen, en ik hou niet van denominaties, maar er zijn christenen die geloven niet in de Heilige Geest. Maar, ja, echt, ja. Ja, ik ben ook verbaasd, maar ik, ja. En die zeggen dan, ja, maar weet je wat, die zijn kinderen van God, doordat ze Jezus hebben ontmoet. Weet u wat u moet zeggen? Wat ik altijd zeg, met heel veel liefde, is ja, maar wist je dat, toen jij Jezus ontmoette, dat kan alleen maar door de Heilige Geest. De Heilige Geest wijst naar Jezus. Wat zeg ik? Ja, ook wel, maar ik bedoel het even anders. Nee, ik zei het wel goed. De Heilige Geest wijst altijd naar Jezus. Dus als je Jezus wil ontmoeten, dan is het de Heilige Geest die jou Jezus moet openbaren. En de deuren moet openen. Zeg het maar volgende keer, met alle liefde. Want Efeze 2 vers 18, daar staat het, als u bewijs wil dat het zo is. Want door hem, dat is Jezus, hebben wij beiden door één geest de toegang tot de Vader. Wij horen heel vaak, en dat is zo, want het staat overal en het is ook zo. Door het bloed van Jezus, door het kruis van Jezus, hebben wij toegang door een nieuwe en levende weg tot de Vader. Amen. Maar het is wel door die ene Heilige Geest dat we dat kunnen doen. Als u bidt, wist u dat? Dat u dat doet omdat de Heilige Geest u waarschijnlijk op uw schouder heeft getikt. Van, hé, ik wil van je horen. Ik wil met je praten. Als u God aan het aanbidden bent, en u doet het echt, hè, dus niet zomaar meezingen, omdat u denkt, nou ja, doe maar mee. Maar echt aan het prijzen en aan het aanbidden bent, weet u door wie u dat doet? Door de Heilige Geest. Zonder de Heilige Geest kunnen wij niets doen. De Heilige Geest is het die het allemaal doet, hier en nu, in deze wereld, op de aarde, in deze tijd. En daarom kunnen we niet zonder hem. Hij is niet een bonuskracht, hij is onze beste vriend. Hij wil jouw beste vriend zijn, vanaf vandaag ook, als je dat misschien nog nooit zo hebt ervaren. Maar hij is je beste vriend, misschien besef je het nog niet. Maar hij is je beste vriend, de Heilige Geest is jouw beste vriend. Toen ik in water gedoopt was, toen was ik twaalf. Ik was 12, ik was in water gedoopt. En het was een van de eerste boeken die mijn ouders aan mij gaven, was een boek van Benny Hinn, dat heet Goedemorgen Heilige Geest. Dat is een klassieker, zou u even moeten opzoeken. Ik vond dat eerst een rare titel. En religieuze christenen zullen dat nog steeds een rare titel vinden, omdat ze denken, oh, je moet wel heilig tegen hem praten. Maar hij is je beste vriend. Dus ja, als jij opstaat, je kan alleen maar opstaan door hem, want je kan niet zonder hem. Dus dan is het niet gek om ook tegen hem te zeggen, hey, welkom. Goedemorgen, Heilige Geest. Ik ga slapen. Goedenavond, Heilige Geest. Weltrusten, Heilige Geest. U werkt in mij zelfs terwijl ik slaap en straks als ik weer wakker word, gaat u gewoon weer redden. Goedemorgen, goedenavond, Heilige Geest. Hij is je beste vriend. Hij wil tenminste je beste vriend zijn. Want we hebben hem nodig. Jezus had hem nodig hier op aarde.
We kijken op naar Jezus, omdat we hebben films gezien over Jezus. We kunnen een bepaald gezicht bij Jezus bedenken, omdat we films hebben gezien, of de kinderbijbel hebben gelezen en de plaatjes hebben gezien. Maar Jezus had de Heilige Geest nodig, omdat hij hier als mens op aarde was. Hij was zoon van God, maar hij was ook mens. En wat hij moest doen door te prediken met kracht en wonderen te doen met kracht, dat hij de Heilige Geest voor nodig. Waarom denken wij gelovigen in 2022 dat we de Heilige Geest dan niet nodig hebben? Als Jezus hem al nodig had. Dan hebben wij hem nog, nou zeker nodig, laat ik dat maar zeggen. Maar, daar is het addertje onder het gras. Jezus was vol van de Heilige Geest. Want hij gehoorzaamde ook de stem van de Heilige Geest. En omdat hij de stem van de Heilige Geest gehoorzaamde, werd hij ook geleid door de Heilige Geest. Lucas 4, vers 1, toen Jezus net gedoopt was, stond hij op uit het water, werd hij gedoopt met de Heilige Geest tegelijk. En toen kwam dit, en dan staat er Jezus, nu vol van de Heilige Geest, keerde terug van de Jordaan en werd door de Geest naar de woestijn geleid. Jezus wil je vandaag compleet je leven op zijn kop zetten en vullen met zijn Heilige Geest. Maar daarna is het aan jou of je zijn stem gaat gehoorzamen. Want hij leidt. En hij zegt, mijn kind, kom. Niet die weg op, deze kant op. Deze kant op, want dan ben je nog in beeld. Deze kant op. Kom. Maar als jij niet luistert, en nog een keer heb ik het aan bijgezet. Zovelen als door de Geest van God geleid worden, die zijn zonen van God. Die zijn zonen en dochters van God. Hij is degene die jou wil leiden. Hij is degene die met jou wil wandelen. En misschien is jou vroeger heel vaak gezegd, daar mag je niet komen, dat mag je niet doen, die kant moet je niet, dat mag je niet. Niet meer in de discotheek, want de Heer is daar toch niet. Er komen allerlei beelden naar voren van de kinderdisco waar ik naartoe ging, op de basisschool. Dronk ik ranja uit een rietje met, ja. Weet je wat het is? De Heilige Geest is nog steeds dan bij jou. Maar hij wil je wel leiden en hij spreekt tegen je. Hé joh, wat moet je hier joh? En als je hier dan bent, ga dan evangeliseren. En ik leid je wel. En anders, als je ziet dat het ongeloof blijft bestaan, kom, dan gaan we. Niet omdat mensen tegen jou zeggen, jij moet niet daar en daar naartoe, maar omdat de Heilige Geest in jou zegt en jou leidt en zegt, let's go. Dat is die beste vriend die wij hebben. Kijk, ik weet niet of u mij als vriend ziet. Ik hoop het een beetje. Maar toch. Nee, wacht, nu ga ik een hele. Nee. We knippen eruit. Ik ga een hele verkeerde kant op. Maar als u mij als vriend ziet, hartstikke goed. Neem straks lekker een kopje koffie en een broodje knakworst. En dan sluiten we even dit punt af. Sorry, knippen eruit. Maar hij wil met je wandelen. Hij wil met je wandelen. En je leiden en helpen. Spreken, praten met je. Hij wil je lief hebben. Hij wil je Jezus laten zien. Meer van Jezus laten zien. Als je meer van Jezus wil ontdekken, dan moet je bij hem zijn. Met de Heilige Geest. Ja, hij is degene die de Bijbel levend maakt voor jou. Als jij denkt, de Bijbel vind ik nogal saai. Of die preek vind ik nogal saai. Dan moet je vragen, Vader, geef mij de Heilige Geest. Want dan wordt de Bijbel levend voor je. Dan wordt de prediking ook levend voor je. Want hé, ik ga je één ding vertellen en dat zeg ik niet om mij. Het had hier ook iemand anders kunnen zijn die hier staat. Maar het ligt 9 van de 10 keer niet aan de prediker, maar aan de ontvanger. Dus, als u wil ontvangen, vraag dan om de Heilige Geest. Hij maakt uw oren open, uw ogen open. En hij is degene die het woord levend maakt voor u. Hij is ook degene die jou wilt helpen om te bidden als je niet weet wat je moet bidden. Als je het niet meer weet, vraag de Heilige Geest om te bidden door jou heen. Ja, hij is ook degene die jou wil bekrachtigen en kracht wil geven om zonde te overwinnen.
Hoeveel van ons, hoeveel christenen lopen er niet al zo lang in zonde en zo lang in verkeerde gewoontes? Vraag dan om de Heilige Geest en dan kan je eens en voor altijd afrekenen met die zonde. Want Hij geeft je de kracht om te overwinnen, die zonde. En verslaving en weet ik het wat allemaal, waar je aan gebonden bent. Hij is ook degene die jou het karakter van Jezus wil geven. Een karakter van liefde, blijdschap, vrede, geduld, zachtmoedigheid, vriendelijkheid, zelfbeheersing. Geloof, goedheid. En dan denk jij misschien, ja, dat heb ik allemaal niet, want mijn karakter is precies tegenovergestelde. Nou, misschien heb ik dat en dat wel. Vraag dan de Heilige Geest. En ook al is jouw karakter van je menselijke karakter tegenovergestelde, Hij draait het helemaal om. Als je dat toelaat. Als je dat wil. Ja, Hij is ook degene die jou wil salven om wonderen en tekenen te doen. Toen hoorde ik weinig amen. Geef niet. Maar zij die geloven, wat zullen hun volgen? Oké. Betekent dat u zo moet dingen? Nee, maar als u gelooft in wonderen en tekenen, dan zullen die tekenen u volgen. Waarom? Omdat u wandelt door de geest. Ja, Hij is het die jouw tongentaal wil geven, maar Hij is geen tongentaal. Er zijn nog meer gaven, die wil Hij allemaal geven, maar Hij is dat niet. Als u straks lekker bakkie koffie drinkt en u krijgt dat van mij, een bakkie koffie of een broodje worst. Ik ben geen broodje worst, maar ik krijg dat van mij. De Heilige Geest geeft. Hij is een persoon, maar Hij is niet dat. Hij is niet die kracht. Hij is een vriend die een relatie met jou wil. Hij is een vriend die, kan het nog mooier worden? Ja, Hij is een vriend die, als jij gelooft, in jou woont. En als je alles overgeeft en zegt, vul mij met uw geest, dan komt de Heilige Geest op je en dan is jouw hoofd de landingsbaan voor de Heilige Geest. Waar woont de Heilige Geest nu? Hij is de enige hier op aarde, de enige van de drie eenheid hier op aarde. Waar woont Hij nu? In u. In uw lichaam. Of weet u niet dat uw lichaam nu een tempel van de Heilige Geest is? Dat is toch ongelooflijk? Ik vind het ongelooflijk. Want, ik zeg je eerlijk, met mijn lichaam doe ik nog wel eens verkeerde dingen. Ja, toch? Als het niet met mijn mond is, dan is het wel met mijn voet. Of weet ik veel wat. Maar iets... Hoe kan zoiets heiligs in een onheilig lichaam wonen? Hoe kan dat? Genade. En ik kan er niet bij, u wel? Die heilige God, in uw menselijk lichaam, waar we allemaal nog wel eens mee struikelen, waar we nog wel eens mee fout doen. En ik kom steeds terug op de mond, omdat dat gewoon ons sterkste wapen is. En ons meest gebruikte wapen ook. Die heilige God leeft in een onheilig lichaam. Ik heb een paar weken geleden heb ik een paar preken gesproken over het bloed van Jezus. Wat is het? In het bloed van Jezus zit all-inclusive verlossing. Verlossing voor uw geest, verlossing voor uw ziel en verlossing voor uw lichaam. Maar wat is het nummer één doel van de complete, all-inclusive verlossing door het bloed van Jezus van uw lichaam? De reiniging, heiliging en verlossing van uw lichaam. Het doel was zodat de Heilige Geest in uw lichaam kon komen wonen. Door het bloed van Jezus. De Heilige Geest kan alleen maar in u komen wonen door het bloed van Jezus. Door genade. Elke christen heeft de Heilige Geest in zich wonen, maar niet elke christen heeft een vriendschap met Hem. En is vol van Hem. Maar als jij dat wil vandaag, als u dat wil vandaag, als u dat echt wil vandaag, uw leven helemaal vol van de Heilige Geest, dan gaat het gebeuren vandaag. Omdat ik het zeg? Nee. Omdat God het zegt? Ja. Halleluja. Maar dan moet je Hem wel zien als een persoon en niet zomaar als iets, als een gave. Of ik wil Hem alleen maar omdat ik in tongen kan spreken. Hij is een persoon. Wat is dat? Wat denk je dat als ik jouw vriend ben, hè? Wanneer ik jouw vriend ben, is leuker gezegd. Wanneer ik jouw vriend ben. En je vraagt mij nooit op visite. Je wil nooit lekker met mij vriendschap en relatie.
maar je wil alleen maar mijn auto lenen. Ja, wat voor vriend ben je dan? Vader, schenk mij uw Heilige Geest. Want alles wat ik wil, is spreken in tongen. En dat is een goede ambitie, hè? Dat is een goed streven. Begrijp me niet verkeerd. Streef naar de gave, absoluut. Maar als het alleen daarvoor is, wat denk je dat de Heilige Geest denkt? Die is bedroefd. Want hij denkt, ik wil zoveel meer met jou. Ik wil een relatie met jou. En dan geef ik je wel wat ik je wil geven. Je moet hem zien voor wie hij is. En dat is een vriend. En zij die dat inzien, die zullen wandelen met hem. En die zullen door hem geleid worden. En als je door hem geleid wordt, dan zal jij een vertegenwoordiger van Jezus en van zijn koninkrijk worden. Waarom? Omdat de vertegenwoordiger met de hoofdletter V in jou woont. Oh Jezus, dank u Heer. Maar de vraag is, mag hij je leiden vanaf vandaag? Geef je hem de toestemming om jou te leiden, om jouw leven te leiden, om jouw stappen te leiden? Of zeg je, nee, mijn leven is nog van mij. Ik bepaal mijn leven, ik bepaal mijn carrière. Ik heb mijn carrière uitgestippeld en oh, ik ben er bijna, want ik heb 10 stappen. Op mijn 40ste wil ik daar zijn en wil ik zoveel geld hebben, wil ik een huis hebben, wil ik getrouwd zijn. Wil ik kinderen hebben en ik heb het al bijna. Leun niet op eigen inzicht, maar ken hem in al uw wegen. En ik zeg niet dat zo'n streven verkeerd is, ik zeg niet dat ambities hebben verkeerd is. Maar God heeft voor jou een weg uitgestippeld voor dit leven. En hij wil je op die weg leiden door zijn Heilige Geest. Was jij op dezelfde plek in jouw leven geweest op dit moment, als jij van begin af aan jou liet leiden door de Heilige Geest? Ik weet het niet. Van mezelf, hè, bedoel ik. Ik weet het niet. Ik geloof dat God mij nog veel andere kanten misschien wel op had gestuurd, als ik echt naar hem had geluisterd. Hij heeft een weg voor ons uitgestippeld, maar wij kunnen dat pad alleen maar volgen als wij ons laten leiden door zijn geest en luisteren naar zijn stem. Maar vaak doen wij het precies tegenovergesteld, weet u dat? Weet u wat wij doen? Wij stippelen ons leven uit, wij plannen onze weg, wij willen daar en daar naartoe, wij willen dit, dat en dat. Ons leven is van mij en ik werk voor mijn geld, hè, dus ik bepaal waar ik doe dit en ik, het is mijn leven, het is mijn werk, het is mijn portemonnee. En dan zijn we op een bepaalde weg en dan gaan we bidden. Heere Jezus, wilt u mij zegenen op dat nieuwe waar ik ben gekomen? Heer, ik heb nu dan een nieuwe baan. Wilt u dat zegenen alstublieft? Vader, ik ben in de problemen geraakt, Heer. Maar ik weet, Heere Jezus, dat alle dingen meewerken ten goede. Zegen het alstublieft. Weet je wat je beter kan doen? Omdraaien. Je kan beter geleid worden door de Heilige Geest. Hij leidt je op een pad. En dan hoef je niet meer te vragen of God dat pad wil zegenen. Want je weet, het is zijn weg en zijn weg is de beste. En hij zegent die weg sowieso. Als je daarop blijft en als je naar hem luistert. Dus hoe is het met jou? Hoe is het met jou, het plan voor jouw leven? Of volg in het plan van God voor jouw leven. Ik ga je vertellen, ik garandeer je, het leven dat jij nu leeft, hoe blij dat ook kan zijn en hoe mooi dat er ook uit kan zien, je zal nooit volledig gelukkig worden dan dat je de weg van God kiest. Want wij zijn geschapen om met God te wandelen, zoals Adam en Eva. Dat betekent dat als wij met hem wandelen, dan leven we in onze bestemming. En dan zijn we volmaakt gelukkig, want we zijn met hem. Hoe dik je bankrekening ook kan zijn nu. En dan kan het zijn. Dan kan het zijn. Mensen worden zenuwachtig, want ik ga het over geld hebben. Dan kan het zijn dat je alles verliest. Maar als je Jezus nog hebt aan je zijde, als je de Heilige Geest nog hebt aan je zijde, dan heb je alles. Maar als jij niet op dat punt belandt, dan ga je je leven nooit volledig aan hem overgeven.
Dus aan jou de keus vandaag. Aan u de keus vandaag. Ja, maar Jordi, het klinkt allemaal wel mooi, maar dit is niet voor mij. Dit is niet voor mij weggelegd, want ik leef niet heilig genoeg. Ik ben niet geestelijk genoeg. Het lukt me maar niet. Doe het al jaren dat ik hem zoek, maar het lukt maar niet. Dus ik geloof er gewoon niet meer in. Het is niet voor mij, anders had ik het allang, had ik hem allang ontvangen. Had hij mij allang geleid. Misschien later, als ik geestelijker ben. Misschien later, als ik heiliger leef. Als ik heilig genoeg ben. De Heilige Geest, lieve broer, lieve zus, ik ga misverstand uit de wereld helpen. De Heilige Geest is gegeven niet. De Heilige Geest is gegeven niet pas als jij iets bereikt hebt. Niet pas als jij goed genoeg bent. Niet pas als jij heilig genoeg bent. De Heilige Geest is gegeven opdat jij heilig wordt. Niet andersom. Oh, ik moet heilig worden, oh, en dan pas kan ik de Heilige Geest ontvangen. Nee, je ontvangt de Heilige Geest en Hij gaat je helpen om steeds heiliger te worden. En om heiliger te leven. God zegt, wees heilig, want ik ben heilig. Hoe wil je dat doen op eigen kracht? Kan niet. Daar heb je de Heilige Geest voor nodig. Het is niet, nou, dat zei ik net al. Daarom moet je ook niet denken dat als mensen in tongen spreken, dat ze heilig en geestelijk volwassen zijn, want dat hoeft helemaal niet. We ontvangen die gaven uit genade. Ik ken genoeg christenen die vervuld zijn en spreken in tongen. En die zijn nog ongehoorzaam, als ik weet niet wat. Die lopen nog hun eigen pad, als ik weet niet wat. Die spreken nog kwaad over andere mensen. Die roddelen nog over andere mensen. Met dezelfde mond waarmee ze profeteren. Met dezelfde mond waarmee ze in tongen spreken. Weet u wie dat zijn? Ik zal een naam noemen, dat ben ik. Nog steeds. Ik ben niet perfect. Ik ben niet heilig genoeg. Wat is heilig genoeg? Maar Heilige Geest, help mij iedere dag om steeds meer en meer daarvan af te komen. Hoe wil je het precies andersom doen? Eerst helemaal heilig worden en dan hem ontvangen? Of denk je van, nou Heer, help mij, want zonder u kan ik het niet. Hij is erbij en je groeit naar heiligheid. Wees heilig, want ik ben heilig, zegt God. Het gaat niet om je kwalificaties. Het gaat niet om je geestelijkheid. Het gaat erom, en daarom vandaag is het voor iedereen. Ook al ben je hier voor de eerste, tweede, derde keer, ook al ben je hier 20 jaar niet meer geweest. Het is voor iedereen, waarom? Omdat het is voor degene die verlangen en hongeren en dorsten met hun hart en zeggen, ja Heer, ik wil. Ik verlang naar u Heer. Ik leef nog helemaal niet goed genoeg, maar ik wil wel Heer. Ik strek me naar u uit Heer. Mijn ziel hongert en dorst naar de levende God. En omdat ik hem meer wil leren kennen, heb ik de Heilige Geest nodig. Dus Vader, geef mij uw geest. Vul mij met uw Heilige Geest. Het is voor iedereen vandaag. Wat de duivel op dit moment misschien tegen je aan het zeggen is. Misschien liegt hij op dit moment. Ja, die Judy die kan praten wat hij wil, maar het is niet voor mij. Stuur hem weg in de naam van Jezus. Want dit is God die dit zegt tegen jou. Dat het voor jou is vandaag. Dat het voor u is vandaag. Voor ieder die wil en verlangt. Sommige christenen die zeggen dat, de Heilige Geest jou verlaat. Als jij een fout maakt. Of als je in zonde valt. Of, ja, wat ik zeg, een fout maakt. Johannes 14, vers 16 hebben we al gelezen. Maar een stukje nog. Of hebben we die niet gelezen? Maakt niet uit. En ik zal de Vader bidden en hij zal u een andere helper geven. Waarop? Opdat hij bij u blijft tot in eeuwigheid. Opdat hij bij u blijft in eeuwigheid. Hoe lang is de eeuwigheid? Altijd. Gaat hij bij u weg? Kijk, begrijp me niet verkeerd. Je kan, als jij het geloof en als jij Jezus helemaal afwijst en vaarwel zegt en zegt helemaal echt alle banden breekt, dan kan je zelfs je redding verliezen. Het is niet eens gered, altijd gered hoor. Anders zouden de 5 dwaze maagden niet te laat kunnen zijn. Maar de Heilige Geest wil, als u in hem blijft, als u in Jezus blijft, altijd bij u blijft, tot in eeuwigheid.
Je bedroeft hem wel. Als je bewust een fout maakt. Maar hij zal nooit weggaan. Wat je wel kan doen, is hem en zijn vuur uitblussen. Dat is wat je wel kan doen. Dat ligt in jouw hand. Je kan zijn kracht uitblussen in je leven. Hij is nog steeds dan bij je, maar door jouw zonde is zijn invloed, zijn helpende hand, zijn leiding is dan maar minimaal. Als een waakvlammetje. Maar dat ligt niet aan hem, dat ligt aan ons. Wij blussen de geest uit. Wij. Daarom zegt Paulus, blus de geest niet uit. Dat zegt hij niet tegen God, dat zegt hij tegen ons. Hij leidt en bekrachtigt ons alleen in hoeverre hij daarvoor de ruimte geeft. Jij hem daarvoor de ruimte geeft. De hoeveelheid vuur die jij op dit moment ervaart. De hoeveelheid kracht van de Heilige Geest. De hoeveelheid leiding van de Heilige Geest die jij nu ervaart in je leven. Is volledig afhankelijk van de mate van jouw overgave aan hem. Zeg u, ja Heer, ik geef mij volledig, dan gaat hij je ook volledig leiden. Als je zegt, u mag mij zo'n klein beetje leiden, want de rest hou ik nog in eigen hand, dan zal hij je ook maar op zo'n klein beetje leiden. En zal hij een waakvlammetje zijn, in plaats van een... Dynamisch kracht, dynamiet. Maar aan het eind van deze boodschap, lieve broer, lieve zus. Jij hebt dit in de hand, hoe groot dat vuur is, want God geeft. Vandaag, God geeft. God heeft voor jou persoonlijk, ik spreek tot u persoonlijk nu, God heeft voor u en voor jou persoonlijk een vuur klaarstaan. Een vlam klaarstaan. Zoals hij dat klaar had staan voor de 120 in de opperkamer. En hij had het voor ieder individu, geen enkele uitgezonderd. Van de 120 werden de 120 vervuld met de Heilige Geest. Dat wil hij nu ook voor ons allemaal doen, zoals wij hier nu zijn met minder dan 120. Hij wil het voor ons allemaal doen. Maar verlangen en verwachten wij de belofte van de Heilige Geest, net zoals die 120. En zijn wij bereid om ons leven helemaal te geven aan hem. Dan zal hij ook volledig je vullen. Maar je moet leeg zijn van jezelf. Dan pas kan hij je vullen. Dan pas kan hij je vervullen tot overvloeiend toe. En dat vuur moet aanblijven. Er staat nergens dat die 120, dat hun vuur na een tijdje weer uitging. Dat vuur moet aanblijven. En daarom zegt Paulus, wees blijvend, wees voortdurend vervuld met de Heilige Geest. Opnieuw, opnieuw. Vader, vul mij opnieuw met uw geest. Jezus, vul mij opnieuw met uw geest. Daarom als je hier bent en je denkt, ik ben eens al een keer vervuld. Je hebt het nodig om dagelijks gevuld te worden door de Heilige Geest. Elke dag weer opnieuw. Reinhard Bonke, laatste voorbeeld en daar sluit ik mee af. Reinhard Bonke die vergeleek het met een theezakje. En hij zei, als ik één theezakje heb en ik heb 120 kopjes thee te vullen, moet ik dan met één theezakje al die kopjes vullen? Dan is er maar één kopje thee wat echt lekker op volle kracht is. En dat is het eerste kopje. Want het 100ste kopje en zelfs het 50ste kopje, dat is eigenlijk gewoon water. Dus, elke dag, voor elke dag, vraag opnieuw. Een nieuw theezakje. Nieuw vuur. Nieuwe kracht van de Heilige Geest. Zodat je op smaak blijft. Zodat je vuur blijft branden. Zodat het levend water blijft stromen vanuit je binnenste toe. Amen. 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 Dit is wat God door zijn geest vandaag wilde zeggen vandaag. En hij nodigt u, hij nodigt je uit nu. Deze hele boodschap was een uitnodiging, een liefdesbrief van God naar u. En hij zegt, kom. 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 Want ik ben hier. Wil je dat? Wil u dat? Als jij vandaag niet de deur uit wil lopen zonder met de zekerheid te hebben dat je vol bent van de Heilige Geest, dan zijn er drie dingen die je moet doen. Luister goed.
Dan zijn er 3 dingen die je nu moet doen. Als jij dat wil, met heel je hart. Laat maar zien, volgende slide, laatste slide. 3 dingen die je moet doen. Hoeveel te meer zal de Hemelse Vader de Heilige Geest geven aan hen die hem vragen? Vraag God. Dat is 1. Als iemand dorst heeft, laat hij tot mij komen. Dat is 2. En drinken. Dat is 3. Heb ik gezegd dat de 3-eenheid samenwerkt? Vraag de Vader, kom tot Jezus en drink van de Heilige Geest. Vandaag, als je dat wil, kom maar. Vraag aan de Vader en kom hier. Kom bij me staan, want Jezus is hier. Vraag, kom en drink zijn Heilige Geest in. Wees niet dronken van wijn, maar wees vervuld met de Heilige Geest. Lieve zoon, lieve dochter, spreekt God op dit moment tot jou. Vraag het aan mij. Maar je moet je mond wel open doen en vragen. En dan moet je de stap nemen in geloof om te komen. En dan zal je drinken van mijn Heilige Geest.